Het traditioneel gezag van de Matawai-stam en de actiegroep Fetigi Matawai hebben afgelopen donderdag de gezamenlijke verklaring Matawai ondertekend. Hiermee is de maandenlange twist tussen beide groepen beëindigd en is de rust en orde in het Matawai-gebied aan de Boven-Saramakka-rivier teruggekeerd. Aan de ondertekening van de verklaring is er een tweedaagse kroetoe vooraf gegaan in de congreshaal. De minister van regionale ontwikkeling Edgar Dikan trad als bemiddelaar op tijdens de kroetoe. Beide partijen hebben hun problemen kenbaar gemaakt. Onder meer zijn de opbrengsten uit het gemeenschapsbos van de stam een punt van bespreking geweest. Er is namelijk weinig transparantie hierover. In de verklaring is daarom ook opgenomen dat de beheersdaden van het Matawai Fonds en de commissiegemeenschap Bossen voorlopig worden stopgezet. Bestaande contracten met ondernemers werden tevens geëvalueerd. Er is besloten om in het vervolg de weg van communicatie en samenwerking te volgen om knelpunten op te lossen. De kroetoe is georganiseerd door het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland.